Dit is de HQT porto. Die heeft iets wat veel Chinese porto's niet hebben. Dus even kijken, hè, man. Het is Trip Pieter Amersfoort. Maar met je werk, hè? En dit is NOS. Van die schepen waar van die enorme schroeven op zitten, hè? Stukken die even een slag maken. En dit zijn ze beide. Ja, heel hard de wedstrijd. Ik dacht maandag bij de vereniging. Dat was vanaf daar. Op de webscam. Klopt dat? Ja, ik was daar wel. En je kunt zien wie daar zitten. Ja. Maar het is een beetje een cacophonie, omdat het ledje brandt groen als de een ontvanger aan is en rood als de andere aan is. Nee, rood, blauw. Het lampje blijft heel kort aan. Nou, dat wordt een chaotisch filmpje, maar het is ook maar een probeersel. Maar het ding heeft verder nog een aardige eigenschap. Dat is dat de geluidskwaliteit erg goed is, zowel aan de zend- als aan de ontvangstkant. Modulatie is wel wat zuinig voor... Ja, zoals bij de meeste Chinese apparaten gebruikelijk is. Het is verder een, was direct min of meer verliefd op het apparaatje toen ik het eerst zag. En ik heb hem al een aantal weken met veel plezier in gebruik dus, hè. We mogen nog een klein stukje. Ik ben bijna thuis, hè. Maar we mogen gewoon even kijken, Louis, dat we dat tot een goed einde brengen. En dan is inmiddels niet meer bezet. Maar het was voor de demo leuk dat het wel zo was.